Want de verdeeldheid, dat is slecht. Verdeeld zijn is slecht. Eén zijn, dat is hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala wil. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Wa la tafarraqu. Hou jullie gezamenlijk vast aan het touw van Allah, wat betekent de Koran en de Sunna. En het begrip van de vrome voorgangers. Jami'an, gezamenlijk. Wa la tafarraqu. En wees niet verdeeld. Wees niet verdeeld. Het is verboden om verdeeld te zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons in menig hadith laten zien dat Allah subhanahu wa ta'ala van de eenheid houdt, de eenheid tussen de moslims. En alleen als er een eenheid is tussen de moslims, dan kunnen ze hun vijanden omverwerpen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, yadullah ma' al-jama'. De hand van Allah, Jalla Jalaluhu, is met de groep. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, deze umma kan niet samenkomen op de dwaling. Yani wat bedoelt de umma, hoe wordt bedoeld? De ulema, de geleerden van deze umma, kunnen nooit een ijma' maken. En jullie weten wat een ijma' is. Kunnen nooit een ijma' maken, een overeenkomst maken op dwaling. Het kan nooit zijn. Het is onmogelijk dat de hele umma van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam overeenkomen over een dwaling. Onmogelijk. Allah subhanahu wa ta'ala beschermt deze dien. Heeft deze dien altijd beschermd en zal deze dien eeuwig en altijd beschermen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En voorzeker, wij hebben de zikr, en dat is de Koran. En in bepaalde overleveringen, of in bepaalde tafsir, ja, in bepaalde uitleg, betekent dat ook de sunnah, want de sunnah, zoals jullie weten, is in principe ook een openbaring van Allah. Wij hebben de Koran, wij hebben de zikr, de sunnah, neergezonden, en wij zullen daar de bewaarders, of de bewakers over. En zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala imams klaargestoomd. Imams, yani ilham zeggen ze wel, yani ingegeven. Ingevingen gegeven. Om deze dien te beschermen. Iedereen die deze dien wil proberen stuk te maken, hebben de imams van deze dien en yani veel regels gemaakt zodat deze yani zodat dit persoon altijd ontmanteld wordt. Het is onmogelijk dat iemand iets wil veranderen in de Koran of iets wil veranderen in de Sunna of iets wil veranderen van de islam dat hij, en dat hij niet ontmaskerd wordt. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem ontmaskeren. Dat is de belofte die Allah subhanahu wa ta'ala ons geeft met deze aya. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Niemand kan een grap maken met deze dien. Of je nou in Toronto zit, of Honolulu, of ergens in de bush van Afrika, als je een grap wil maken met deze dien, Allah subhanahu wa ta'ala zal een van zijn soldaten sturen om deze mensen die deze grappen met de dien willen maken of die de mensen willen oplichten en die de mensen leugens willen vertellen over dat dit en dat de dien van Allah is of dat dit en dat maar het zelf is, terwijl het niet zo is. Allah subhanahu wa ta'ala zal deze soldaten sturen en deze soldaten zullen deze mensen ontmaskeren, hoe dan ook. Of ze nou rijk zijn, of arm zijn, of maakt niet uit. Allah subhanahu wa ta'ala zal deze mensen ontmaskeren. Ja? Manhaj is salafi. Manhaj betekent de weg. Manhaj betekent letterlijk
بالرخ. يعني حصلت literally in Arabic itself. حصلت الثورة في تعالى بتيجي تسمى ميثودولوجي. يعني the manier van begrijpen van de islam. De manier van uitvoeren van de islam. Zoals onze ulema zeggen, dat de manhaj van de islam, omvat alles wat maar met de islam te maken heeft. De manhaj is alles wat met de islam te maken heeft van akida, yani van geloof, overtuiging. En van karakter. Van karakter, yani hoe moet je met mensen omgaan, omgang enzovoort. Hoe moet je bij jezelf zijn? Yani wat voor karaktereigenschappen heeft een moslim? Hoe gaat een moslim met andere mensen om? Enzovoort, enzovoort. Dit heeft allemaal te maken met een manhaj. Dit is allemaal een manhaj. Niet zoals bepaalde mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld alleen maar bezig zijn met het weerleggen van die en het weerleggen van die en het weerleggen van die en zeggen dat is manhaj. Nee! Manhaj is omvat alles wat maar te maken heeft met de islam. Daarom zeggen de ulema, de manhaj is algemener, terwijl de akida is specifieker. En als de manhaj genoemd wordt, dan wordt er ook mee bedoeld akida. Maar als de akida genoemd wordt, wordt er niet altijd mee bedoeld manhaj. Terwijl de akida ook onder manhaj valt. Grijp je? Dus Allah subhanahu wa ta'ala, om verder te gaan met ons. Hè? Allah subhanahu wa ta'ala zal deze dien bewaken. Niemand kan de mensen oplichten. En zoals jullie weten, en daar zullen we later op les, zullen we daar dieper op ingaan, dat jarenlang, of dat er al jarenlang, meer dan 70 jaar lang, moslims in Nederland zijn. En dat in al die 70 jaar lang er bijna niets gedaan is, één, voor dawa van de niet-moslims. Twee, nadat al deze moslims die al jaren in Nederland hebben geleefd, hebben deze moslims zich nooit bekommerd voor de tweede en derde generatie van de oorspronkelijke moslims die als emigranten naar Nederland toe zijn gekomen. Zelfs zo dat deze kinderen of dat deze mensen bijna niets van de dien weten. En jullie weten ook dat er een aantal stichtingen en een aantal organisaties zogenaamd bezig zijn met het dien. Onder andere een aantal organisaties zoals Wafel Islami en zoals Stichting Tawhid en zoals Stichting Sunnah in Den Haag en zoals Stichting Ahmed Salami daar in Tilburg enzovoort enzovoort enzovoort. Al dat soort groeperingen zoals Abdul Wahid van Bommel en zoals Arvon die verantwoordelijk is voor de Nederlandse commissie van islamitische belangen enzovoort en zoals de NMO en zoals het Muslim Informatiecentrum en zoals de Ahmadiyya beweging die overigens geen moslim zijn kuffar. Ahmadiyya, diegene die in Ahmadiyya gelooft is hij die kater. Diegene die in Ahmadiyya gelooft en niet onwetend is en nadat hij duidelijk weet wat de Ahmadiyya inhoudt, die is kater, die is geen moslim, ook al doen ze zich als moslim voor en bidden ze in moskeeën enzovoort enzovoort. En zoals de Taiba Moskee daar in Amsterdam Zuidoost. En zoals Stichting Yusuf, die homovereniging. Enzovoort, enzovoort. Wat hebben deze gedaan? Overigens, Allahu a'lam of die homovereniging of ze wel moslim zijn. Ik weet het niet zeker. Ze zeggen dat ze moslim zijn. Ik weet niet of ze moslim zijn. Allahu a'lam. En iemand die Allah vreest, die zal niet zeggen van dat hij homo is en dat en dan zomaar. Maar dat is een ander verhaal, daar hebben we het nou niet over. Al deze stichtingen hebben min of meer iets gedaan voor de islam. Of iets geprobeerd te doen voor de islam. Maar we zijn erachter gekomen dat ze een hele hoop dingen niet alleen fout doen. Maar dat ze mensen proberen op te leiden volgens hun ideeën. En niet volgens de ideeën van de islam. Maar voordat we daarover gaan spreken,
moeten we eerst een aantal dingen uitleggen. En zoals ik jullie al duidelijk maakte, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gewaarschuwd voor de verdeeldheid. En de Sahaba die hebben ook geprobeerd samen met hun studenten om de eenheid tussen de moslims te houden. Maar nadat de Sahaba overleden. En de taal, ja, de Arabische taal tussen de moslims verzwakte. Zijn en ja, er in die tijd grote groeperingen nieuwe moslims de islam betraden. Ja, in het begin was het zo dat er bijvoorbeeld iemand uit Jemen kwam, of een klein groepje uit Jemen, of uit Perzië, of uit Rome, of uit Ethiopië enzovoort enzovoort, en werden dan moslim. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zorgde dan dat een van de sahaba deze groep, of een aantal van de sahaba, deze groep onderwezen. Maar toen op een gegeven moment zulke grote groepen de islam binnenstapten, was het niet zo makkelijk om deze mensen zomaar eventjes gezamenlijk, yani, alle aspecten van de dien te leren. Los van dat er, yani, niet genoeg leraren daarvoor waren, was er ook een taalbarrière. En toen er veel niet-Arabieren of niet-Arabisch sprekende mensen die islam binnentraden en de taal verzwakte, en dus deze mensen ideeën en geloofsovertuigingen en ideologieën enzovoort enzovoort meenamen vanuit hun oude geloven naar de islam, was dat het begin van de dwaling voor een aantal moslims. En dat was natuurlijk heel gevaarlijk. Dat was heel gevaarlijk. En eigenlijk was het begin, het allerprille begin van de dwaling, in principe natuurlijk begonnen in de mediaanse tijd, zoals we zeggen. Yani in de tijd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam hijra maakte, yani emigreerde van Mekka naar Medina. Want in de Mekkaanse periode waren er geen hypocrieten. Maar de eerste hypocrieten die ontpopte zichzelf in Medina. En dat was in principe het allereerste prille begin van de dwaling. Dat was onder andere een man die toen de profeet sallallahu alaihi wasallam de oorlogsbuit ging verdelen en een aantal van de nieuwe moslims meer gaf als een aantal oudere moslims, toen zei een van de daar aanwezigen: ja, Mohammed, wees eerlijk. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam: en wie zal er naar mij eerlijk zijn als ik niet eerlijk ben? Wie zal er dan eerlijk zijn? En als de profeet, die gestuurd door Allah, niet eerlijk is, wie zal er dan eerlijk zijn? Toen werd Umar ibn al-Khattab kwaad. En zei: ja, Rasulullah, laat me zijn hoofd eraf kappen. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam: nee, ja, Omar. Het moet niet zo zijn dat de mensen zeggen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen vermoord.